Ja, na zo'n inspanning gaan de meeste tienersterretjes dan naar huis. Goedenavond. Ik had eerst het hele programma in een bed willen doen. Want ja, de mogelijkheden zijn eindeloos. Enfin, dat weten jullie zelf ook wel. Maar ik dacht nou ook al cabaret in bed, alles gebeurt al in bed tegenwoordig. De meeste films spelen in een bed, de meeste toneelstukken hebben een paar bedscènes. En zo zonder enige fantasie, zeg, ze laten je podomme tegenwoordig alles maar zien. Hè? Als je denkt, wat krijgen we nou nog te zien, dan krijg je het nog te zien ook. Ik hou meer van de tijd dat er gewerkt werd met symbool in de bioscoop, weet u wel. Close-up van een zoenend paar, close-up van een roos waar de blaadjes vanuit vielen. Mocht je zelf denken wat je wou. Close-up van een stel in bed, close-up van een steigerend paard. En dan zaten alle dames in de zaal te blozen. Ja, dat is er ook niet meer bij, hè, blozen. Weet u wie ook nooit blozen? Beesten. Sorry hoor, dat is mijn droppie. Beesten. Misschien gaan we terug naar de oertijd, toen leek de mens het meest op het beest. Toen had ook de mens zijn eigen bronsttijd. En dat was allemaal veel makkelijker, jongens. Dat was noodzaak en geen vrije tijdsbesteding, zoals nu. Een korte periode per jaar waarin de dames zich bewust waren van de aanwezigheid van heren. Maar die periode was dan ook een feest. Een feest! Een gedoe, gekletsen, gepoetsen, gezwammen, gehotse flats. En daarna rust! Afgelopen! Uit! Nooit meer dat gevoel van, hé, mensen aan het geshop. Nooit meer die verwatering, dat gezeur, dat geboudeer. Ach ja, de tijden veranderen. Ga nou eens op straat kijken, je ziet toch helemaal geen verschil met tussen jongens en meisjes ook tegenwoordig. Van de week is er in Amsterdam zo'n stel getrouwd, zeg. Hebben ze toch in de huwelijksnacht pas ontdekt dat de jongen een meisje was? Ja, gelukkig ontdekten ze tegelijkertijd dat het meisje een jongen was, dus het kwam wel weer goed. Ik ben zo alleen, zo alleen, zo alleen. Er is niemand die voor me wil zorgen. Elke nacht en iedere morgen heb ik uitsluitend de kat om me heen. Toch moet ze bestaan, ze moet ergens bestaan. De vrouw die voor mij is geschapen. Misschien niet eens zo ver hier vandaan. Misschien ligt ze eenzaam te slapen. Hoe krijg ik er hier? Er is een manier. Door een advertentie, door een advertentie. Een huwelijksadvertentie in de Elsevier. Beschaafd heer, zette ik toen in de Elsevier. Flink postuur. Positief christelijke beginselen. Leidinggevende functie in het recreatiewezen. Zoek langs deze onsympathieke weg kennismaking met dame of weduwe. Eén kind, geen bezwaar. Dat schrapte ik weer gauw door. Foto wordt op erewoord retour gezonden. Nou zeg, 107 brieven, allemaal anders. 107 foto's, allemaal eender. Je zag niks. Het leukste, dat wil zeggen de minst vage, had ik een afspraak in de lounge van het American Hotel in Amersfoort. Rode roos in het knoopsgat. Zo, gaat u zitten op het zwarte vlakje. Zo, misschien wilt u iets drinken, misschien hebt u wel zin in een kopje koffie. Of misschien hebt u wel zin in iets pittigers, een glaasje rood. Heel graag. Koffie of rood? Een kan wel. Een glas karnemelk en geeft u mij maar een kopje koffie als u wilt. Zo, nou is het allemaal een beetje groter, hè? Beste juffrouw, misschien mag ik wel zeggen, lieve juffrouw. Beste juffrouw dus. Zoals ik al in mijn advertentie had gesteld en in mijn brief had geschreven, dit is natuurlijk een zeer onsympathieke weg, maar ja, we zitten hier nu eenmaal. Het is wel lekker weer, vindt u niet? Ja!
Ik bedoel, voor de tijd van het jaar is het wel lekker weer. Ja! Ja, we hebben al een leuke zomer achter de rug. Een leuke zomer! Ja! Maar ja, het is toch wel leuk om zo'n beetje bij elkaar te zitten babbelen. Ik wou wel even zeggen, voordat we verder gaan... Nou, zover zijn we nog niet, hoor. Wat zegt u? Nee, ga die gang. Ik wou even zeggen, ik ben academisch gevormd. Ja, ik zie het. En ik leg dan ook de nadruk op eruditie. En ik zie het huwelijk middels een gezamenlijke, intellectuele groei. Nou, maar ik ook, hoor. En bovenal zie ik het middels een geestelijke gemeenschap dan als een man. Dan als een wat? Dan als een man. Oh, zegt u het maar rustig. Ja, hoe moet ik dat nou uitdeuien? Nou, ik geloof dat ik het nou ook zie. Ik weet niet of u bekend bent met academische krangen. Nee, wel met het academisch ziekenhuis. Ja, ik beweeg me namelijk uitsluitend in academische krangen. Hoe kom ik in hemelsnaam uit die academische krangen? Luister eens even, Beb. Nee, ik heet Wilma. Hoe Wilma? Wilma van Bronschoten. Ja, ik wist dat het iets was met brons, maar schoten, dat wist ik niet. Luister eens, Wilma, vertel eens alles over jezelf, meid. Ja, kijk. Ik ben dus gepromoveerd onder professor Van Dam. Onder wie bent u gepromoveerd? Onder professor Van Dam, op een proefschrift. Op een proefschrift? Oh, ze doen maar op die universiteiten tegenwoordig. Op een proefschrift getiteld Dialectisch denken in het racefietswezen. Nou, daar hoor ik van op. Maar kunt u ook koken? Koken? Ja? Nee, ik kan niet koken. Maar ik kan wel leren koken. Nou, dan kan ik het misschien leren eten. Ja, wat is er nog meer nodig voor een beetje een lollig huwelijk? Nou, maar breien gaat wel, zie ik. Ja, dat is geen probleem, hoor. Allemaal gedaan onder dialectisch denken in het racefietswezen. Dit allemaal? Allemaal, het is een lang proefschrift. Ja, het is ook een grote muts, hè. Nou, hebt u dat proefschrift bij u over die racefiets? Ja, dat zit aan de fiets dan. Hangt aan de racefiets. Ach, zou u het even willen halen, ja. Dan ruilen we. Dan krijgt u van mij ook een boek. Krijgt u van mij een boek van mevrouw Seldenrust. Weer was ik alleen, zo alleen, zo alleen. Er was niemand die voor me wou strijken. En niemand die naar me wou kijken. Enkel de kat, en die keek zo gemeen. Toch moet ze bestaan, ze moet ergens bestaan. De vrouw die voor mij is geboren. Misschien in een bootje in Koog aan de Zaan. Of in het doopsgezind weeshuis in Doorn. Nou ja, wat ik deed, ik schreef nummer 2. Van die advertentie, van die advertentie. De huwelijksadvertentie in de Elsevier. Wow. Hallo, ik ben een tikkeltje laat. Dan mevrouw, dat is helemaal niet zo aardig. Mevrouw, kom, laten we nog gewoon doen. Ik heet Wieteke. Oh, niet even gaan zitten, Zwiebertje. Ik bedoel, Wieteke. Graag. En wil u misschien iets drinken? Ja, ik heb zin in een glas Cointreau. Of is het nog te vroeg? Nee hoor, dat mag best. Een glas Cointreau, geef mij maar een kopje karnemelk. En een sneetje zalm. Oh, was er ook nog een sneetje zalm? Ja, ik ben een tikje hongerig van de opwinding. Ja! Helemaal, hè? Wat bedoelt u dat? Het is het helemaal. Nou ja, van je halk idee. Kom eens hier. Is dit misschien toevallig ook een hotel? Ja, dit is ook een hotel. Nou, stouter dacht ik het niet. Je bent heel stout, jij. Ik zei alleen maar, dit is ook een hotel. Je moet niet zo hard van stapel lopen. Nee, nou wordt hij goed. Zeg, dan loop ik hard van stapel. Ach, je hebt hele mooie handen, weet je dat? Nee. 2. Oh, meid, ik wou verdomd dat ik er 4 had. Maar ja, we hebben het nou niet over mijn handen. Ik berg ze trouwens. Oh! We moeten nog even praten voordat we... Praten voordat we... Oh! Zie je dat ik je stout ben? Jij vindt het niet erg, hoor. Ik vind het leuk. Schrik eens op. Wat een gevaarlijke man. Een gevaarlijke man, wat een onzin. Ik zei alleen maar, we moeten even praten voordat we... Praten voordat we... Wat? Nou, voordat we zalm gaan vreten.
Trouwens, we kennen elkaar nog helemaal niet. Nou, laat dat maar aan mij over, hoor. Dat gaat gewoon genoeg, en niet zo zitten praten, niet zo zitten praten. Nee, maar ook niet nog graaien, als u dat maar weet. Ach, ik geloof als ik jou zo aankijk, dat ik jou nog heel wat zou kunnen leren. Ja. Kom, ik ga eens even kijken waar de Cointreau blijft. Oh, nee! U bent nog net Mies Bouwman. Met een hoed op. Ja, en een sjaal. Dan zal ik jou eens een vraag stellen. Ja. Hoe zouden de kamers zijn in dit hotel? Voor een kamer? Ja. Voor u alleen? Nee. Toch niet voor... Ja. Nee, dank u. Dat kan niet. Ah, waarom niet? Ja, dat kan niet zeggen. Oh, weet je waar ik zin in heb, zeg? Ik ga jou eens kietelen met een roosie. Oh nee, alsjeblieft. Gaat u maar naar de portier, ik heb al een kamer besteld. Nou, stout het wel nummer. 9476 AR, ik bedoel mijn autonummer. Is kamer 7. Ja. Naast? Naast 5. Ja. Olé! Weer was ik alleen, zo alleen, zo alleen onder mijn blauwe elektrische deken. En de kat om me tegen te spreken. En ik werd zo langzamerhand schizofreen. Toch moet ze er zijn, ze moet ergens zijn. Die vrouw moet toch ergens wezen. Misschien in Schiedam, misschien in de trein. Ze zit vast de libellen te lezen. Nou ja, hoe ging het verder? Ik schreef aan de derde van die advertentie, van die advertentie. Hey! Goedemorgen. Goedendag. Neem me niet kwalijk dat ik er thuis bij me heb, hoor. Maar ik ben even langs de markt gegaan omdat de rabarber daar 14 cent goedkoper was dan bij Oosterwijk. Hey, waar ben je nou? Oh, daar. Oosterwijk, weet je wel, doe me bijna op de hoek. En daar vandaar dat ik even de tas heb meegebracht. Ja, neem me niet kwalijk, maar u moet hier niet zijn. U moet weg. Jawel, kijk eens even. Rosie. Ach, ik had u niet zo gauw herkend van de foto. Nou, dat valt dan mee, hè? Ja. Ja, zo, dus u komt ook voor de roosactie? Ja. Ga maar zitten. Zo, mooi is het hier, hè? Het is hier wel leuk. Wil u iets drinken? Drinken? Ja. Ach, nou, ik heb net een appeltje op. Ik heb geen dorst. Nee, dank je. Gut, ik zag zomaar meteen je en jij tegen je. Nou, dat heeft dat niks. Ja, dat komt zo vrijgezel alleen. Daar heb ik altijd een beetje mee te doen. Ja, met z'n tweeën zijn ze lang zo zielig niet, hè? Dan zou jij wel zeggen, hoe komt zo'n mens er nou toch bij om op een huwelijk te vertellen, iets te schrijven? Ja, ik dacht al een vrouw met een appeltje op. Ja. Nou, kijk, dat is niet zozeer dat ik eenzaam ben of alleenig of zo. Wel, nee, man, ik heb namelijk thuis een huis vol met personen, ja. Oh, ja? Ik heb 5 personen in huis. Ja? 3 broers en 2 nichten. Ah, 3 broers zo. Ja, en 2 nichten, hè. Ja? En de hele dag roepen, Mien, waar ben je, Mien, waar blijf je? Zeg jij misschien trek aan een peen? Nee, dat wel, nee. Moet jij eens laaien voor de aardigheid. Wat denk jij dat het bosje gekost heeft? Peen? Ja, op de markt. Op de markt? Ja. Nou, dat kost toch gauw, 1,25? 50 cent. Mien, kan je mijn boodschap sturen? Hey, zeg, er mist een knoopje van je hemd, weet je dat? Hé, jeetje, had ik nou mijn naaigerijtje maar bij me, hè? Ja, ja, dat kon u ook niet weten, hè? Nee, dat is ook waar. Nou, kijk, ik was aan het vertellen, hè? Ik was aan het vertellen. Gezellig, hè? Ja, reuze gezellig. Nou, kijk, ik heb een eigen huis in de Patrolokenstraat. Mooie naam, Patrolokenstraat. Ja. En ik heb alles keurig voor elkaar, hoor, want ik heb namelijk alles gotisch. Oh ja, woon u dan in een kathedraal? Nee, ik heb zelfs een gotisch ledikant georven. Nou, meidje, je kan de kardinaal zo ontvangen. Ik heb dus wel alles om een man alleen gelukkig te maken, hè? En ik zorg graag. Ja, ik ben meer het zorgelijke type. En het doel voor de mensen leven blijft toch altijd, hey, wat is mijn prei? Ja, dat weet ik ook niet, hoor. Prei geblijven? Zal ik eens rijden wat de bloemkool kost? Geen prei. Nou. Weet je wat jij nou net bent? Nou. Lord Hutspot. Zeg, maar mijn prei is er niet, hoor. En dat is nou de tweede keer dat die vent met de prei door mijn neus boort, de viezerik. Oh ja? Je zeker, de vorige maand ook al. En ook door uw neus? Ja, andere kant uit, ja. En dan ga ik terug, is de markt opgeruimd, is die foetsie. Hoe laat is het nou? Nou, ik heb geen idee, maar u moet gauw weg, want anders haalt u de groenteboer ook niet meer. Ja, natuurlijk, want weet je wat het is? Ja, kijk, de prei groeit me nog steeds niet om mijn rug. Nee. Nou ja, dan komt misschien nog wel. Oh ja, en het allerbeste met u, hoor, dat je... Tot ziens!
Nou blijf ik alleen, zo alleen, zo alleen. Ik sta zelf weer mijn koffie te zetten. En ik vergeet op de eitjes te letten. Pannetje droog en zo hard als een steen. Maar waar ik zin in heb, dat doe ik allemaal. Het is altijd en stevast het slechte. En mocht er een vrijgezel zijn in de zaal, op zoek naar de enige echte, dan heb ik er hier nog 104. Van die advertentie, van die advertentie, de huwelijksadvertentie in de Elsevier. Soms is mijn geluk onverdraaglijk en mijn hart klopt te hard en te snel. Gewoon als je lacht of me aankijkt, en het allerliefst zou ik dan wel de schoonheidscommissie bepraten, dat al wat je doet wordt vermeld. Op pleinen en grachten en straten, op enorme marmeren platen, waarop zou staan, hier liep ze en lachte haar haar in de wind. Hier voetbalde zij met een driejarig kind. Hier stond ze uren te praten, omdat ze het echt niet kon laten. Hier kocht ze haar schoenen en hier vond ze een cent. En hier kreeg ze Kate met een damesagent. Hier zag ze voor het eerst van haar leven de man die ze trouw is gebleven. Dan liep ik met zakken vol krijt door de stad, die gedenktekens langs en daarbij. Schreef ik dan iedere dag, deze vrouw, deze vrouw, deze vrouw, deze vrouw, houdt van mij. Graag hield ik een monstercollecte en bracht dan miljoenen bijeen. Om standbeelden te laten zetten, van Venray tot aan Heerenveen. Die al je gebaren, in brons en in marmer en steen, voor het nageslacht zou bewaren, zodat over duizenden jaren men nog zou zien. Hier danst ze, hier slaapt ze, hier zit ze op een fiets. Hier doet ze haar haar en hier doet ze niets. Hier drinkt ze thee met een soesje. Hier zit ze in haar nieuwste bloesje. Hier kijkt ze tv en hier doet ze de was. Hier is ze in bikini, hier in regenjas. Hier leest ze een boek van Treven. Hier kust ze de man van haar leven. Dan was ik bij elke onthulling present en ik stond op de achterste rij. En ik drong me naar voren en riep, deze vrouw, deze vrouw, deze vrouw, houdt van mij. Maar dit alles zou zo verkeerd zijn, wanneer je het zien zou, zou jij giechelen en gegeneerd zijn en er niets van begrijpen daarbij. Maar liefde laat zich niet verzwijgen, en als ik ontwaak aan je zij, dan zeg ik heel stil bij mijn eigen, laat iedereen de zenuwen krijgen. En ik zal blijven zeggen, al word ik stokoud en al vliegen de jaren voorbij. Deze vrouw, 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 deze vrouw houdt van mij. En nu een liefdesliedje over de dertiger jaren, over de tijd van de gave gulden van Colijn. Wat waren ze gaaf, hè? Alleen jammer dat ze er zo zuinig mee waren. Want je kreeg er altijd maar zo'n paar van. Maar de heren die het voor het zeggen hadden, die hadden er zat. En dan moet u dat niet verkeerd uitleggen. Want je kunt alles wel verkeerd uitleggen, vooral als het over guldens gaat. Ik liep van de week achter twee kapelaans en ik hoorde de een tegen de ander zeggen, kun je mij een gulden lenen tot zondag? Ja, dat kun je ook wel verkeerd uitleggen, hè?
Die kapelaan wil gewoon een gulden voor een kopje koffie met een vruchtenpunt. Ja, kapelaan wil ook wel eens een vruchtenpunt. Wat een vreselijke tijd, hè. In 1937, ik was nog maar een tiener. Of was ik al twen, jongens? Nou ja, doet er niet toe, want er zijn maar drie periodes in je leven tegenwoordig. Dat weet u toch, hè? Tiener, twen en daarna meteen oude zak. In 1937 was verliefd op een meisje bij ons in de buurt, op Josephine. Josephine was een doodgewone meid. Ze was de dochter van de bakker bij ons op de hoek. Maar Josephine die had het, als u voelt wat ik bedoel. Josephine ging 's morgens de deur al uit, zo met een gezicht van, er gebeurt vandaag beslist iets. Oh, je hebt van die wijven die lokken dat uit, hè? Die gaan de deur al uit met een gezicht van, oh, vandaag gebeurt het wel. Want de meeste vrouwen lopen zo op straat, er gebeurt vandaag toch niks. Maar Josephine wist en wilde dat er iets zou gebeuren, maar ze hield haar hersens bij elkaar. Want ze was niet zoals veel van die vrouwen, ze begon niet als vlinder en eindigde als rups. Maar Josephine had een enorm gevoel voor humor en dan weet ik wel, humor lost geen moeilijkheden op, maar het helpt je er wel overheen, hè. Trouwens, waarom zouden vrouwen het moeilijker hebben dan mannen? Hé? Wij moeten ons scheren, zeg ik altijd. Zeg, weet u dat je aan de stem van een vrouw door de telefoon al kunt horen of ze gelukkig getrouwd is? Hallo mevrouw Van Dalen, is meneer Van Dalen thuis? Nee meneer, mijn man is er niet op het moment, momenteel nu. Weet u ook hoe laat uw man thuis komt, mevrouw Van Dalen? Ja, zeker, om 6 uur is mijn man er altijd, hoor. Om 6 uur is mijn man er altijd, hoor. Mag ik er nog eens bellen, mevrouw Van Dalen? Ja, hoor, gaat uw gang maar, hoor. Dat is nou een gelukkig huwelijk. Van Dalen is geen wildbras. Van Dalen is ook geen schuinsmarcheerder. Maar Van Dalen is een goed echtgenoot. Precies om 6 uur drijft hij de sleutel in het slot. Maar er zijn ook andere Van Dalens. Hallo mevrouw Van Dalen, is meneer Van Dalen thuis? Nee. Weet u ook hoe laat uw man thuis komt? Weet ik veel. Mag ik nog eens bellen? Mijn is zorg. Linke zoepen. Van Dalen is uithuizig. Hij laat er barsten, dat is zo goed als zeker. En soms is het helemaal zeker. Hallo mevrouw Van Dalen, is meneer Van Dalen thuis? Nee meneer, mijn man is niet thuis, maar ik kan u wel het nummer geven waar mijn man tegenwoordig altijd te bereiken is. Dat is vandaag en morgen ook afgelopen, dat telefoneren overdag, want als we nou allemaal gaan werken en er zijn al geen dienstmeiden te krijgen. Gekke tijd, hè? Meiden zijn er zat en dienstmeiden niet één. En nou is, nou ja, ik wil het niet zeggen, in Eindhoven bedoel ik, zijn ze op het lumineuze idee gekomen, of liever gezegd op het illumineuze idee gekomen, om een robot te maken voor de huishouding. Ja, een synthetische meid. Cynthia heet ze. Cynthia is helemaal gemaakt van hard plastic. En daar waar nodig zacht schuimrubber. Om ook eens aanstoot te kunnen geven. En van binnen komt er een soort computer of hoe het heet. Maar in elk geval, als dat dan klaar is, dan kun je naar meid kopen, jongens in Eindhoven. Die doet alles. Die doet de deur open, die maakt je eten klaar, die maakt je bed op, die ruimt de tafel af. En op het tweede kanaal, op het tweede net, doet die meid alles. En als ik zeg alles, bedoel ik? Dank u wel, mevrouw. Alles. En dan kopen we allemaal aan meid in Eindhoven. Nou, allemaal, maar toch zeker degene die vooraan zitten. Want vooraan zitten meestal de beter gesitueerden. Of hadden jullie ervoor gespaard vanavond? Niet zo hard lachen op die goedkope rangen daarboven, hè? Er gaan dan 3 van jullie in 1 hier, daar gaan we. Josephine, ik heb de muziek zelf gemaakt om zeker te zijn dat het uit mijn tijd zou zijn. De begeleiding is uit mijn tijd, want de heren achter mij zijn uit mijn tijd. En let u vooral op de discipline in deze troep. Pas als de baas ja zegt, beginnen zij. Dat kunnen niet veel bazen zeggen. Daar gaan we. Ja! De bakkersdochter van de hoek, die mocht zich laten zien. Zij was de seksbom van de buurt en heette Josephine. Ik was nog jong en vuur en vlam, schreef ik haar een sonnet. Maar zo poëtisch was ze niet, ze nam de benen met. Een heer in de textiel, in zijn automobiel. Josephine, 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 ik was passé een 10. Toen heb ik jou, Josephine, Josephine, voor de eerste keer gezien. Mijn moeder vond jou een lellebel. En heel misschien, Josephine, Josephine, was jij dat wel. Maar jij bracht mij van de wijs en bovendien leek de buurt ineen op Parijs als jij passeerde. Josephine. Maar
geachte heer in de textiel, die was ook niet gerad. Zij wist diep in haar hart dat zij meer mogelijkheden had. Ze kocht een kaartje naar Parijs en een blote japon. En had al gauw 10 rijke lui waar zij uit kiezen kon. Zij koos een miljonair van 85 jaar. Josephine, 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 dat was niet stom gezien. Jij was al gauw in de rouw, Josephine, met een miljoen of 10. Mijn moeder vond jou een lillebel. Maar kopie, kopie, Josephine, dat had je wel. Liet jij je meidheid en wijle zeven zien. Ging alle heren voor de bijl, nou kun je nagaan. Oh, Josephine. Ik zag laatst een enorm jacht, het was in Saint-Tropez. Net reed er een chauffeur voor in een meterslange slee. Ik zag dat de bemanning in de houding sprong en daar kwam Josephine naar buiten met een knul met zulk lang haar. Ik zei, dag Josephine, ken jij mij nog misschien? En toen zei jij, Josephine, Josephine, tiens, ik heb jou meer gezien. Voilà, bien sûr, het is wim, maar niet meer zeventien. Jouw maman vond hij in lille belle. Et entre nous, mon petit, mon chou, dat ben ik elle. Ik ben liever een lellebel in Saint-Tropez dan een drel in Zandvoort aan de zee. Een beetje koppie, koppie, koppie kan geen kwaad, want anders zat ik nou nog in de Kalverstraat. Doe ze de groeten, was Josephine. Zo, dat wordt dan een grammofoonplaatje, hè? Ja. Koppie, koppie. Jan, is het orkest er al? Zijn ze er alle 48? Alle 48. Is een groot orkest aangekomen. Om mij te begeleiden bij het volgende liedje, een van de mooiste liedjes vind ik zelf. Op een tekst van Hugo Verhagen en op muziek van Jean Ferrat. Het dorp. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw te fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en de dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek.
Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent, ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij, een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan, ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan. En dan de sterke klappen. Kijk. Zeg. Dit maak ik voor Anna. Het wordt een aardig geintje voor de verjaardag. Ja, ik doe er nog wel een reale fles reukwater bij, hoor. Want anders zou het een schamel wezen. Niet dat Anna veel luistert is of zo. Oh, helemaal niet. Anna is stil en tevreden. Dat merkte ik direct toen ik in het huis kwam, 6 jaar terug. Zij zat er al 2 jaar in. Mijn vrouw was komen te sterven. En wat doe je dan als man alleen zijnde? Je gaat lopen rommelen. En je komt in een kroeg en dat is niks waard. Ik ben in die kroeg ook nog lid geworden van een hengelvereniging, maar dat is helemaal waardeloos. Want weet je wat het is? Als je met een Riksdaalder naar de markt gaat, dan koop je net zoveel vis, dat kun je niet wegtremmen. En bij zo'n hengelvereniging kost elk scharretje een daalder. Nou, toen ben ik weer opgehouden met rommelen en ik ben in het huis gegaan, rustig, ik hou van rust. En nou ook, dat zag ik direct toen ik in het huis kwam, 6 jaar terug. Ik dacht meteen, dat is mijn type. Zo zal Anna bijvoorbeeld ook nooit klagen. En er wordt wat afgekankerd in het huis hier. Neem nou alleen het eten maar eens. Van de week waren de worteltjes niet goed gaar. Had je ze moeten horen, het lijkt de Russische revolutie wel. En de zaalwachter die belde nog naar de keuken en die zei, de wortels staan overeind en de mannen ook. die oude kerels worden chagrijnig. Ik ben helemaal niet chagrijnig, ik ben zeer lustig van aard. Anna ook, dat zag ik direct toen ik in het huis kwam, 6 jaar terug. Ik dacht meteen, dat is mijn type. Anna houdt ook niet van televisie, want weet je wat het is? S'avonds na het eten, dan kruipt de hele rotroep bij de televisie. En dan vertonen ze altijd eerst een film over een heel ver heet land met zwarte mensen die verrekken van de honger. En dat laten ze je allemaal zien na het eten. Nou, dat is niet. En dan komt er daarna een knul met een gitaar of een meid met een ukulele. Die doen er net alsof er niks aan de hand is in de wereld. Nee, ik ga ver van de televisie afzitten met een kopje thee en een leesboek. Net als bij mevrouw Zaliger. Ik ben 62 jaar getrouwd geweest. Oh, ze was een brave vrouw. Ik wil er dan ook niks van zeggen. Maar ja. Als je zo lang getrouwd bent, dan denk je toch wel eens bij je eigen, mijn vrouw, ach. Mijn vrouw is een mooi boek, maar ik heb het al uit. Maar toch mis ik mijn vrouw af en toe, weet je waarin? Ik heb 16 kinderen, 32 kleinkinderen en 47 achterkleinkinderen. Oh, er kan er eentje bijgekomen wezen onderlaatst. Ik kan het niet meer bijhouden. Maar mijn vrouw was daar zeer behendig in. Die zei dan, kom Willem, we moeten vanmiddag naar Henk en Marie, want Jopie is jarig. Jopie is dan een van die 47. Maar ook alleen ben, kan ik het niet meer onthouden. Ze moeten me waarschuwen. Maar fijn, dat doen ze dan ook. Van de week werd er ook nog op getelefoneerd. Ik zeg in het apparaat, hallo. Toen hoor ik aan de andere kant, opa, je spreekt met Monique. Dan denk ik, verrek, wie is dat nou weer? Dat bleek dan mijn kleinschoondochter te wezen.
Ja, die waarschuwde me voor een verjaardag. Ze doen het allemaal. Ze kopen ook het cadeautje voor opa. Want die rotzooi die ze tegenwoordig in die speelgoedwinkels verkopen, daar kan ik geen chocola van maken. Vroeger gaf je een meid een pop en een jongen een timmerdoos. Maar tegenwoordig moet het allemaal elektrisch wezen. Maar... het gaat mij te hoog. Maar het cadeautje, daar zorgen de moeders dan voor. Die geven het me bij de deur in mijn hand. Ik hoef het alleen maar af te geven. Ik weet niet eens wat erin zit. En als ze het open hebben, dan weet ik helemaal niet meer wat erin zit. Maar mijn vrouw vroeger, mijn vrouw geleidde mij erin. Nou kom ik zo'n kamer binnen, vol met nazaten. En die kinderen veranderen ook elk ogenblik. Dan denk ik wel eens, wie is nou Jopie en wie is Jaapie en wie... Ik zal doodvallen als ik het weet. Maar ik heb nou een nieuwe methode bedacht. Ik blijf met mijn pakje in de deur staan. En degene die dan op me afkomt, is de jarige. Die krijgt dan een handje en een zoentje en dan krijgt hij zijn cadeautje. Maar vorige week had ik een verkeerd kereltje te pakken. Tja, die was helemaal niet van mij. Maar hij kwam nou eenmaal het eerst op me af, dus ik geef hem een handje. Ik geef dat kind nog een zoentje ook. En een cadeautje en verdomde het om het terug te geven. En de echte jarige huilen, mijn kleinschoondochter nog aardig kwaad ook. Ach, ik ben te oud voor die rotzooi. Maar er is één verjaardag die ik nooit zal vergeten. Dat is de verjaardag van Anna. Morgen. En wat zal ze blij zijn als ze dit van me krijgt. Sorry dat ik even op mijn gemak eet hoor. Als ik een borreltje op heb, moet ik altijd verhalen vertellen. En ik waarschuw jullie maar vast, als ik een beetje dronken ben, dan word ik ook altijd erg ordinair. En als jullie dat niet bevalt, dan lazel je maar op. Ik wou jullie een verhaal vertellen over een vriendin van mij, over ene Ali. Ali uit Antwerpen, Antwerpse Ali. Ali maakte op mij vroeger al een enorm indruk.
Want Ali had namelijk wat de Fransen noemen une riche nature. Een rijke natuur. Een Fransman zegt met trots van zijn vrouwtje, indien aanwezig natuurlijk, mijn vrouw heeft een rijke natuur. Oh, de Fransen hebben de aardigste woorden voor de gekste dingen. Ja, want hier in Nederland zeggen we voor zoiets direct dan weer boezem. Of gemoed. En weet u wat ik een boer heb horen zeggen? Ik heb eens een boer horen zeggen, mijn vrouw heeft een flinke bos hout voor de deur. Zeg, het wordt schunnig hoor, dus je kan er nog uit. Ja. Maar ik wou even neerkomen op Ali. Ali was een van de eerste direct na de oorlog die een heel ingenieus ingebouwd gehoorapparaat hadden. Oh, ik zou het verhaal niet vertellen als het niet zo koddig was. Het bestond uit een microfoontje dat zat ingebouwd in een broche. In een broche dus. En die broche die zat bij Ali op het sneepunt van haar rijke natuur. En daar moest je dan in praten. Zeg, het wordt verdomd schunnig hoor, dus je kan er nog uit. Maar nou komt het mooiste. Vanuit die broche gingen twee dunne leidingjes via haar rijke natuur. Er liepen hier twee dunne... Oh, er was wel plaats voor een pijpleiding! Twee dunne draadjes gingen via haar rijke natuur naar twee beeldige oorknoppen. Daar zaten dan luidsprekertjes in en het was een schitterend geheel. Alleen de batterijtjes was een klein beetje gedonder, om niet te zeggen gesodemieter. Want ze hadden in die tijd nog niet van die kleine batterijtjes zoals nou, maar Ali had nog 12 fietsbatterijen nodig. Een heel bol batterijen had ze nodig, maar ja, plaats genoeg! Batterij, dat had ze dan verstopt hier ergens, nou ja, in de regenbatterij dan, hè? Zeg, dat wordt nog schunniger hoor, dus je kan er nog uit als je wil. Maar nou komt het allerfraaiste. Als je iets tegen Ali wou zeggen, dan gooide zij haar rijke natuur met de bros erop in de richting van de spreker. En weet je wat ze dan ijskoud zei? Dan zei ze, ik leg mijn oren te luisteren. Nou, dat vind ik wel een gevoel voor humor als je zo'n apparaat hebt en je noemt dan je rijke natuur ook nog je oren, hè. Zo kon ze ook langs de neus weg zeggen, mijn man, hè, mijn man eet me de oren van het hoofd. En als je iets drie keer tegen haar zei, dan zei ze, ja hoor, ik zal het in mijn oren knopen. Lui, laten we ophouden, want dat wordt te schunnig. Ik wou alleen maar zeggen, Ali was een zeer opgewekt vrouwtje. Altijd opgewekt. Ze liet de oren nooit hangen. O, oh, ellendelingen zijn we allemaal, de hele kluit, vol met agressieve drift en ik sluit mezelf niet uit. Ik weet het van mezelf het best, ik ben zelf ook niet zo heel erg lief. Ik zou veel liever kunnen wezen, milder en meer positief. Ik zou een bloemetje moeten brengen aan die jonge vrouw in bed. Nee, dat was nou jouw gedachte, mijn gedachte was heel net. Tralala, hoe ging het verder? Heezy, deezy, pommeledeen. 50 schaapjes met een herder, oh wat fijn om zat te zijn. Ik ben nou net pater Verhagen in zijn dagsluitepiloog. Ach, een mens is maar een stakker en nou wordt mijn keel wat droog. Laten we lief zijn voor mekaar. Laten we toch blij zijn dat we leven. Ach, het is misschien maar even. Nog maar 10 of 20 jaar. Nou, dat is ontzettend kort. Dit is sherry en dit is port. Zeg, kennen jullie dat krankzinnige verhaal van die dronken vent die een postkantoor binnengaat? Hij gaat met zijn dronken kop naar het loket en hij zegt tegen de man achter het loket, geef u mij een postzegel van een kwartje en neem er zelf ook in. Ik weet nog een ouwe, kom.
In Amsterdam woont een afschuwelijke kapper, zo'n echte Amsterdamse lollig, dat u kent ze wel. Heeft een klant onder het mes en die klant die laat zich ontvallen. Die zegt, kapper, ik ga morgen met vakantie naar Ventimiglia in Italië. Toen zegt die afschuwelijke kapper, meneer, dat moet u niet doen. Dat is een vreselijke plaats, smerig strand, akelige hotels, nare bedden, veel te veel verkeer. Enfin, de klant hoort horen, die zegt, kapper, wat moet je mee? Als ik eenmaal in Italië ben, dan wil ik ook naar Rome. Toen zegt de kapper, meneer, wat moet u nou in Rome? Toen zegt de klant, ik wil de paus zien. Toen zegt de kapper, de paus zien. Nou, meneer, vergeet u dat maar. U staat op het enorme grote Sint-Pietersplein. Je ziet de paus zo klein in de verte. Je kan net zo goed een ansichtkaart kopen. Enfin, de klant verlaat het pand woedend. Na een maand komt hij terug van vakantie, zit er onder het mes, begint de kapper weer. Zeker tegengevallen, hè, meneer in Ventimiglia? Zegt de klant, nee, helemaal niet. Heerlijk strand, fijne hotel, zalige bedden, helemaal geen verkeer. Toen zegt de kapper, nou meneer, dan is Rome toch tegengevallen. Toen zegt de klant, nee, Rome is nog meer meegevallen. Ik stond inderdaad op het grote Sint-Pietersplein. Ik zag de paus zo klein in de verte, maar de paus zag mij en de paus liet me boven roepen. Toen zegt de kapper, meneer, liet de paus u boven roepen? Zegt de klant, ja, de paus liet mij boven roepen. Toen zegt de kapper, ach meneer, en heeft zijn heiligheid ook nog iets tegen u gezegd? Toen zegt de klant, ja, weet u wat zijn heiligheid tegen me zei? Wat ben jij rottig geknipt? Hey! De portier van het Hilton Hotel wordt 's morgens om 10 uur opgebeld door een stem. En die stem die zegt door de telefoon, portier, hoe laat gaat de bel open? Zegt de portier, meneer, die gaat vanavond om 6 uur open. Om 12 uur belt dezelfde stem weer, portier, hoe laat gaat de bel open? Zegt de portier, meneer, dat is de tweede keer, die gaat om 6 uur open. Om 2 uur belt hij weer, portier, hoe laat gaat de bel? Zegt de portier, meneer, dat is de derde keer, die gaat om 6 uur open. Om 4 uur belt hij weer, zei de portier, meneer, dat is de vierde keer, die gaat om 6 uur open, maar u bent veel te dronken, u komt er niet in. Toen zei hij, ik wil er niet in, ik wil eruit! Hallo! Ik weet er nog één. In een groot, groot bos loopt een oud arm vrouwtje hout te sprokkelen. Plotseling verschijnt er een vee. En de vee zegt, vrouwtje, je mag 3 wensen doen, maar binnen 3 tellen. Het vrouwtje zegt, oh lieve vee, wacht even. Ja, ik weet het al. Ik wil zelf heel mooi zijn. Ik wil dat alle aardappels in de kelder goudstukken worden. En dat mijn kater een fijne vent voor me mag zijn. Ze gaat naar huis, ze kijkt in de spiegel, ze is beeldschoon. Ze gaat naar de kelder, alle aardappels zijn goudstukken. Ze gaat de keldertrap op. Bovenaan de keldertrap staat inderdaad een reuzeleuke knul die tegen haar zegt, wel jammer dat je me hebt laten castreren. Ik moet mijn tante Mien opzoeken, het is een zuster van mijn moeder. Ach, dat mens zit er zo zielig, ook al is het een loeder. Ik mag niet meer zo hebberig wezen, niet meer van 2 walletjes eten. En over walletjes gesproken, Rooierik ben ik vergeten. Ik moet eens ernstig met haar praten, Rooierik moet aan het werk. Misschien is ze om te scholen, organist in de oude kerk. Niet jaloers zijn op mijn buurvrouw, omdat zij meer heeft dan ik. Want er staat in het evangelie, even wachten, ik heb de hik. Aardig zijn voor de belasting, ik geef alles aan het Rijk. Het is toch in het belang van allen, het gaat toch allemaal naar Soestdijk. Laten we joedelen. Nou, ik weet een bijzonder schunnig verhaal, maar ik zal het verzoenlijk vertellen. Een man gaat in Amsterdam rechtstreeks naar een juffertje. Amuseert zich uitstekend, legt 200 gulden op het nachtkastje. De juffrouw denkt, ach, wat een klant. Volgende avond om dezelfde tijd gaat hij weer naar de juffrouw. Amuseert zich weer uitstekend, zo niet kostelijk. Legt weer 200 gulden op het nachtkastje. De juffrouw denkt, ach, wat een klant. De derde avond gaat ze al in de deur staan. Ze denkt, zou die weer komen? Dan was hij weer precies om dezelfde tijd. Hij amuseert zich weer, zo. Legt weer 200 gulden op het nachtkastje. De juffrouw denkt, ach, dat is een goede vaste klant. Dat is een goede vaste klant, hoef ik niet meer zo te lopen. Ze denkt, weet je wat, ik ga me eens voor die man interesseren. Ik ga eens met hem praten. Ik ga eens even rechtop zitten. Enfin, ze gaat rechtop zitten. En ze zegt, meneer, mag ik u eens iets vragen? Waar kom u eigenlijk vandaan? Toen zegt hij, ik, lieve juffrouw, ik kom uit Alkmaar. Toen zegt ze, nee, kom u uit Alkmaar? Nou, dat is ook toevallig. Daar heb ik een zuster wonen. Toen zegt hij, ja, dat weet ik. Die heeft me 600 gulden voor je meegegeven.
Willen jullie nou eens echt lachen? Als je echt wil lachen, moet je elkaar allemaal een hand geven. Geef elkaar allemaal een hand en stopt die meneer er op de hoek zijn twee vingers in stopcontact. Fuck, hè? Zeg, ik dacht toch niet dat ik dronken was, hè? Ik ben wel misselijk van de bitterballen. Ik moet er elke avond 40 eten. Oh, op zonnefeestdagen 80. Het is vanavond de 626e voorstelling. Reken maar uit. Ik heb er al 25.040 op. Oh, ja. Weet u, als ik zit te drinken, dan hoor je de mensen van alles zeggen. De een zegt het is water, de ander zegt het is wijn, weer een ander zegt het is limonade. En het was thee. Weet u, als ik achter dat tafeltje zit te vertellen... Oh, hoor eens, ik voel opeens dat ik haar mis. Ik ben opeens weer zo alleen naar dat ham. Weet u nog wel, fair lady? Dat is alweer 8 jaar geleden, wist u dat? Intussen zijn we 8 jaar ouder geworden, hè, mevrouw? U natuurlijk niet, ik wel. Weet u, als ik achter dat tafeltje zit te vertellen... dan kan ik u zien tot de laatste man in de zaal. En dan zie je ineens dat wanneer de mensen zich vermaken dat ze alles vergeten. Vooral alles wat de mensen onderscheidt, ras en stand, geloof, verschil in politieke opvatting. En dan komt alles naar boven wat de mensen verenigt, plezier. En dan denk ik wel eens niet zonder trots. Een artiest is toch eigenlijk wel een hele goede bemiddelaar tussen de mensen, hè? Beter dan een politicus. Want dat zijn maar chagra's bij ons vergeleken. Weet u wat me ook wel eens overkomt? Ik zat vanavond hier in de kleedkamer in de spiegel te kijken. Ik zag mezelf zitten. Ik dacht, Zonneveld, daar ga je voor de 626e keer. Dat doe je nou al 30 jaar vanaf dat je zo groot was. Elke avond door weer en wind, door alle griepepidemieën heen. Moet je daar nou niet eens mee ophouden? En ik zei opeens tegen mezelf in de spiegel hier in de kleedkamer... Zonneveld, ik zou er maar eens mee ophouden. Zei ik tegen mezelf. In de kleedkamer hier. Het is wel een beetje liefdeloos publiek. Gisteravond stond de hele zaal op en ze riepen allemaal... Nee, Wim, ga niet weg, blijf! Zo, dat is alweer lang 10:30 geweest. U gaat allemaal naar huis, naar uw eigen komedie.
En ik ga eten. Nou gaan we allemaal weer terug naar ons eigen toneel. Waar Vondel al van zei, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. En of je nou de hoofdrol speelt, wat kan je schelen? Als een mens maar iemand heeft om mee te spelen. Maar denkt u straks eens even, als u in uw bedje springt, aan deze Wim, die morgenavond hier weer staat en zingt. Haal het doeken maar op, doe het licht maar aan. Dan zal ik je even laten zien wat ik kan. Ach, ik weet wel dat het allemaal illusie is, but there's no business like show business. En of je nou jong leert of serieus acteert, een liedje staat te zingen of een olifant dresseert, je kunt er toch niet buiten. En al is het dan maar schijn, ik zou nooit, 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 nee, nooit, nooit, nooit iets anders willen zijn. Ik wou nog even zeggen dag tot ziens en bovendien, hoe heerlijk ik het vond om u vanavond weer te zien. Ik wou even zeggen dat het fijn is om te weten dat u even alle sores hebt vergeten. Nou mag ik net als Jan en alle man naar huis toe gaan. Daar ben ik blij om, want er is tenslotte ook een baan. Doe het licht maar uit, doe het doek maar dicht. Pak je koffer maar weer in en haal de schmink van je gezicht. Ach, ik weet wel dat het allemaal illusie is, but there's no business like show business. En of je nou jong leert of serieus acteert, een liedje staat te zingen of een olifant dresseert, je kunt er toch niet buiten. En al is het dan waarschijnlijk, ik zou nooit, 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 nee, nooit, nooit iets anders willen zijn.